mooie Varkens Vleugellade hier voor me liggen. Ga ik klaarmaken voor jullie vandaag. Varkens Vleugellade komt uit de rug van het varken. Mooie magere spier is het. Opgeknoopt, heerlijk gekruid. En ik laat nu even zien hoe je hem bereidt. Eerst gaat er wat boter in de pan. Om hem even aan te braden, zodat hij een mooi kleurtje krijgt. We braden hem eerst eventjes in de pan aan. Daarna gaat hij in de oven. Gaan we verder garen. Hij wordt op 150 graden in de oven zo meteen gedaan. Laat hem even rustig aan alle kanten eventjes lekker bruin worden. Braad de rollade eventjes een minuutje of 5 à 10 aan. Zodat hij even lekker gewoon een goed bruin kleurtje heeft. Dat is belangrijk. En daarna gaan we hem afgaren in de oven. Zo, de 5 à 10 minuten zijn voorbij. Ik heb een mooie jasje gegeven. Ik doe hem nou in de ovenschaal. Hoppakee. Doe de kerntemperatuurmeter erin. We willen een kerntemperatuur hebben van 57 graden. Dat is het mooiste voor de rollade. Dus dat hij nog een klein beetje rosé van binnen is, dan is hij op zijn best. Zorg dat de kerntemperatuurmeter goed in het hart van het stuk vlees zit. Daar moeten we het meten. Zo, nu gaat de rollade in zijn geheel in de oven. 160 graden, zoals ik al zei. Dit gaat om en erbij iets van een uurtje à 5 kwartier duren. De filetrollade is klaar. Ik pak hem er even bij. Ik heb hem even 10 minuten laten rusten. De rollade, ik snij hem even aan. Ik probeer mooie dunne plakken te snijden. Vergeet de touwtjes even niet. Zo, we hebben een mooi champignon roomsausje bij gemaakt. Voor een geslaagde kerstmaal.